weet het al, ruim al verder, maar die wordt lekker op. Ook zomaar niet kennen. We gaan kijken ditmaal naar Iris Troost met Blackie. Wat een sport hier in Leijzen van de Stroomruiters in Beiden. Seconde. Een mooie tweede prijs ging naar een hele snelle rit van de Raymond Redder met Black Magic. En ook de derde prijs die gaat naar Raymond Redder en ditmaal met Maru. En dan in de categorie C van deze klasse L, de overwinning. Daarmee kampioen Regio Drenthe 2012, Joanne Vos. Het is dominant. Een mooie tweede prijs in deze categorie C voor Lisanne Kruis. Door de heer Snijder namens Regio Drenthe als voorzitter. En mevrouw Gaastra van de concourscommissie. En Margriet Meijerink, de Lintendame. De prijzen zijn bijna uitgereikt. Ze krijgen natuurlijk een mooie envelop met inhoud ook nog eens. Zoals gezegd, we mogen in deze twee categorieën twee combinaties afvaardigen naar de Drentse of de Nederlandse kampioenschappen bedoel ik. Dat zijn natuurlijk Iris Troost en Raymond Redder en in de C Joanne Vos en Lisanne Kruisinga. En dan geldt straks voor jullie dat even melden op het secretariaat met het paspoort, de startkaart van de ponies. En als wij straks de prijzen hebben uitgereikt, dan gaan we natuurlijk die kampioenen huldigen met het Wilhelmus. En de prijzen zijn uitgereikt, zo te zien. En dan verzoek ik de twee kampioenen uit te treden. En dat betekent Iris Troost en Joanne Vos graag uittreden. En dames en heren, we gaan staan voor het Wilhelmus voor deze kampioenen. Muziek en applaus, kampioenen voorop en daar komen ze. Iris Roos en Joanne Vos. En natuurlijk ook de overige prijswinnaars. Rijnmond Redder, Lisanne Kruisinga en Daniel Tiemers.